Ja, nee, vastelovensvrung. Zijn we klaar voor het tweede gedeelte van PLK 2015? Gelukkig, ja, ik dacht het wel. We gaan eens even kijken. Ja, daar zie ik ze al naar boven komen. Kom er eens bij, toepen ze. Zo, 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 zo. Wat een schoon been. Dankjewel. Ja, daar zult je wel menig meidje met betoveren. Ja, dat ken niet anders. Nou, fantastisch. Leef nu, de toepense. Eigenlijk is het een boyband. Ja, vind je er niet? Het is toch juist een boyband? Ze hebben al heel veel ervaring opgedaan bij het tienerleedjesconcours. Ze zijn ook al bij het PLK geweest. En ze proberen natuurlijk met die schoen been hier bij de jury ook de punten binnen te halen. Precies. Ja. Dat dacht ik wel. Lars, Dylan en Max. En ze hebben een liedje wat goed bij hun past. De toepen ze met Dans en Spring. Niks met ze doen, dat duurt nog eens wie dat dan.
lopen ze met dans en spring en gesprongen hebben ze. Ik zie het aan. Leef nu, welke de toepissen. En draagt je de toepissen een warm hart toe, dan kunt je stemmen op PLK nummertje 12. De toepissen met dans en spring. Dankjewel, jongens. En daar komen ze, de toepissen. Jongens, waarom heb je eigenlijk allemaal nummers? Toepis 1, toepis 2, toepis 3? Dat verkennen het zelf, je ringen door eens, hoor. En als je dan die mutsen verwisselt, wat dan? Ja, dan heb je het probleem dat ik hem vermoeid met waar is. Zo erg, drink je zoveel dan? Ja, ik weet het nu al niet meer. Dus ja. Hey, dansen en springen dit jaar, tevreden over het liedje? Zeker, zeker. Lekker tempo in het liedje, hoor. Zal vond het leuk, is perfect. Zelf geschreven? Deze meneer had het. Ik had het geschreven, ja. Heb je inspiratie vandaan gehaald? Ik zat op de wc en toen ben je aan het... Zo is op de wc? Ja, en toen? Ja, dan moet ik nog wel even helemaal horen natuurlijk. Ja, het is een lang verhaal. Ik ga een Jans wc-rolletje op voor je schrijven. Dus, Ik dacht ze van nog op de wc zit, hier kan ze niet dansen en springen. Weet ze wat, dan moet ik een grotere ruimte voor hebben, denk ik. Klopt. Jongens, veel succes. We gaan bij Wieren naar Julie met de nummer 12 volgens mij. Ja, dat klopt, nummertje 12. Hier staan de bullies uit Heerle. en de bullies. Nummertje 13, kent er dadelijk op stemmen op de boelies. Die zingen voor u het liedje Hot Was. En ik heb Hot Vol. Nou, weet ze wat, dan hotte voor het Goed Was en ook nog Goed Vol. Want je hebt het speciaal geschreven, heb ik begrepen, omdat nu het jaar van de koel is. Hè? Ja, klopt? Dat klopt, ja. Vrouwen, ik heb van ook een beetje rekening op met het jaar van de mijnen in Parkstad. En de muziek heeft een beetje, ik heb ook gemaakt naar carbon. Nou, kijk eens aan. Dus voor haar kosten ook nog wat zeggen, Hot Paul. Houden we nog gekend. Maar dat is het niet. Het is, nu zeg ik het goed, Hot Vol. De Bullies uit Heerlen, nummertje 13. Veel succes. De wandel aan de hangen, weer de warme roem. Wat binnen en wat boete serre, weer de ganse boem. Het pakje is al uitgezocht, door schwingt steeds warm klaar. Met magnifieke kleuren, het sushi is vorig jaar. Nu vlot nog even eten, hou de hangen op warme roes. Nog even in het pitje, lekker wild gevuur door douche. Het pakje van gegeten, want de dag is nog zo lang. Maar drink nog net te lang, dus bis de morgen krank. Hot was, hot noire zoete kas. Al is de ramp kapot, meer noire zoals de as. Hot was, jong dat geen rode vuur. Je zingt hier al wel hoe de dansen bovenop de steur. Een bundel van het spas, sleep het vier wat door de stad. De hagel winkel. Wir gehen bei einem Stammcafé, ein junger Morgen du. Zu Pepe, Oster, Willen, du Sohn, der ganze Buch. Hot, was, hol du alles und der Gas. Ab ist der Rand kaputt, gib du alles, was du hast. Hot, was, jung, das geht der Gott für Fürn. Wir singen da wohl und dann tanzen Bogen auf der Stirn. Hot, was, hol du alles und der Gas. Is er dan kapot, heeft nu alles wat ze has. Hot, vast, jong dat geen rood gevoel. Je zingt je aboel, en dan ze boor op de steun. Begint te stamelen, mijn ogen drinnen rond. Mijn lief begint te razelen, mijn buitgen vader grond. Hot, vast, hol nu alles uit de kast. Al is er aan kapot, geef nu alles wat ze has. Hot, vast, jong dat geeft een goed gevoel. Je zingt je al voor hoe de dansen boven op de steun. Alles wat ze had.
pas. Hop, 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 pas. Jong, dat geen rood gebeur. Je zingen avoloed en dansen boven op de steun. Je zingen avoloed en dansen boven op de steun. Hot vol, hot vast. De police, Oud-Heerle, met nummertje 13. Dus jij moet stemmen, PLK 13, voor de police, hot vol. Dankjewel, jongens. De police. Doe het even voor ze het gedien gepasseerd zijn. Aha, dat zijn de heren, heren en dames. Hallo. Hey, de boelies met een dame erbij. Ja. Ja. Vertel, lekker goed. Wat zei ze? Lekker goed. Ja, we hebben ze gehad van... ja, we horen hier een dame erbij, want mevrouw heeft er eigenlijk twee. Hij is nog één op vakantie. Die zou eigenlijk vandaag ook erbij zien, maar... we hebben wat versterking gevraagd, ja. Dan kan ze naar zijn carnavalsgroep net een van de leden op vakantie sturen. Ja, goed, dat wordt al geboekt. Dus skivakantie in Italië, ja. Moest keuzes maken in het leven, hoor. Het is nog jong, het meertje, dus 18. Dus. Wat vind je van de nieuwe opzet van het festival? Ik vind het, ja, het zit er heel verzorgd uit. Mooie locatie. Ik bedoel, als hij kan staan op het podium, dat had allure en uitstraling. Ja, dat is geweldig. Wat mij opviel, is veel uptempo nummers, snelle nummers. We hebben altijd snelle nummers, ja. Hè. We hebben ook ja, dit jaar verrassend voor een country arrangement gekozen. Dat is normaal het rustiger. Maar voor het uptempo gehad om toch een beetje de carnavalsfeer erin te pakken, ja. Ja. Je hebt de rodeo stier, hè? Precies, ja. Lekker. Veel succes, dankjewel. Ja, ja. En weer terug naar jullie vegen. En hoe kijk toch eens zie. Ik en die ander twee. Ja, wij is ik? En... Hoe zo lang we ik, hoor. Dat weet ik ook, hoe lang we ik is. Leef vastelovend, Frank. Ik en die andere twee uit Bochus. Ze zijn al dikker hier bij ons op de bühne geweest, bij het PLK. Hebben zelfs al twee keer gewonnen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ze gaan gans Limburg door. Ze zijn in Maastricht geweest. Ze zijn al bij het LVK geweest. Fantastisch. Maar dit jaar zijn ze weer hier fijn bij ons. Bij het PLK met door selfie. En dan wil ik ook nog even zeggen, Geer kent ook een selfie checken naar hashtag PLK2015. Maar hier staan ze voor echt klaar met een fantastische dansgroep. Nou meisjes, daar hebben we wel hulp in geroepen natuurlijk. Ja, ja. Ik en die andere twee met door selfie. Veel succes. Dankjewel. Hey. Wir müssen zusammen schön lachen und wollen uns selber ein Selfie machen. Es ist auf der Welt der nächste Rasch. Ein Foto von dem gespielten Visage. Es ist der Neckarne von Zipperdemie. Es machen wollen die Gipsel Selfie. Für wann du self inge Klon. Aus Gesicht wird da auch was gelacht. Ob ein Wehren sich ich ergab. Der Janze will gern uns zu kandelieren. Er sieht, wie wir zusammen durch Karneval vieren. Wir tun zusammen schon lachen. Ein wann du self inge Selfie machen. Wenn ich so der Welt der nächste Arsch. Ein Foto von dem gespielten Visage. Wenn ich der Karte von Zipperdemie. Das mag ja wohl der Gipsel Selfie. Zöpel wungere auf Twitter und je seh ich's Buch. YouTube, LinkedIn und Instagram auch. Ob die ganze Welt sind für nur bekannt und dafür so enge schöne Selfie haben. Mögen dich und mich nur lecker überall. Und sieht ihr wie für viele unser Karneval. Wir nutzen zusammen schon lachen.
Dankjewel. Dankjewel, ik en die Angert Zwei. Maak eens een leuke selfie. Met mij erbij. Oh, kijk eens. Ja. Even lachen. Ja. En dat checken we dan natuurlijk dadelijk meteen op naar hashtag PLK 2015. Leef nu, dit was ik en die Angert Zwei met de selfie nummertje 14. Dus wilt je stemmen? PLK 14 naar 36 69 voor ik en die Angert Zwei. Dankjewel, jongens. Dank je. Mag ik? En daar zijn ze, ik en die Angert Zwei. En volgens mij hebben die de boel een beetje opgeleukt met een paar dames. Hè? Waarom is dat gedaan? Er waren een paar dames erbij, hoor. Ja, vier alleen waren het zingen nog, dus ja. Maar van je jong vrouw die erbij, ja, hoor. Gaan we tenminste een beetje beelden op de bühne. Een beetje voor het contrast met ook, of... Ja, zeker. Dit had het meer special effect, want het brengt je meer het idee over van het liedje, namelijk. En heb je de hoop dan nog op meer punten met die jong dames erbij? Ja, dat hoop ik zeker, dat we meer punten nog krijgen. Maar, jawel, het liedje moet het ook doen, hè. Wat vonden de dames ervan? Ik vond het heel goed en ook heel leuk. En die ervaring op zich is gewoon hartstikke leuk om hier te zien. Nou, hartstikke geweldig. Geweldig, dank jullie wel. Veel succes. En we gaan weer terug naar jullie vijgen aan de overkant. Leef vaste lovensvrung. Hier staat voor u immer blut uit bochus. Immer blut. Immer blut. En haar naam is een stange uit... Uit de spaarclub, dan zou ik toch zeggen Ummer Fenningen. Maar ja, dat geeft op in het beer. Maar niet bij onze spaarclub. Gewoon alles verzorpen. Vandaar, Ummer Blut. En Ummer Blut is ook al een paar keer hier bij ons, bij het PLK geweest. En nu zijn ze hier met de vaste lovenzog. En het nummer is nummerke 15. Ummer Blut, veel succes. Alles richtig jung, der Fastelovn sitzt uns in den Blut. Unser Fastelovn so, nee, der ist nur zu lang genug. Und wir uns mit in der Fastelovn so, frisst mal ab in der Bolognese. Und wir zwitschern von der Fastelovn so. Alle Schwestern seien. Schütte, 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 da ihr nehmt euch lang. Da was gelaufen so, ist der Junge auch bekannt. Der Herr Jod, die Gewander, wo wir um uns näher. Ein Ding, die andet leer, richtig hier. Versucht der Löw, er ist ein Kraftenfall. Mit Hatzen ziehen für der Karneval. Große Fastelovn so, nee, der ist nur zu lang genug. Und mehr uns mit in der Fastelovn so, frisst mal ab in der Bolognese. Und wenn's Wetter war, der Fastelovn so, nur jetzt und früher, alle Stressen seien. Schucke, 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 da ihr nehmt
je 15 immer blut. Als ik ook wil, zou ik maar goed kunnen sparen voor de vastelavond. Geef ze nog een applaus. Immer blut met de vastelavond zo. PLK 15. Ja, kom even naar de kantstoorn. Hartstikke leuk. Immer blut. Ja, ik heb net gehoord, je hebt alle geld verzopen. Heb je net gehoord? Verzopen, ja. Verzoeven zijn mijn bokens, ja. Hoe zit je hierheen gekomen te voet? Nee, we houden een sponsor. We houden een oude celtje, ja. Ik denk dat je maar erin zat. Zocht dat ze een trein in me gaan, hè? Ja, een trein. Een stormtrein voor z'n bevel. Superleuk. Trots op het eigen leedje? Jazeker, altijd. We zijn ja niet de eerste keer hier, maar dat komt toch goed. Ik had een goed gevoel vandaag. En geweldig aangekleed, hè? Wat bleef? Geweldig aangekleed, allemaal. Ja, leuk. Zo moet dat, hè? Jongens, hartstikke bedankt. En meidjes ook trouwens. We gaan terug naar Julie Vegen. Ja, lief vastelovensvriend. De Prinsenrood uit Schaasberg staat hier voor u op de bühne. En die bestaan al 44 jaar. Die hebben vorig jaar jubileum gehad. Daarvoor zijn ze ook met zoveel man natuurlijk. Want ieder jaar komt er, want hier zit oud prinsen. Ieder jaar komt de MSB. Ja, klopt. Hier kan Jorke niet erbij, hè. Ja, want als de prins bus geweest, bus vanzelf ook oud prins natuurlijk. Ja. Leef nu. Hier staat voor ook nummertje 16. En wat hebben die voor leedje gemaakt, die oud prinsen uit van der Scheet. Die hebben een leedje gemaakt van de hupste heurweer. Het is toch niet te geloven. De Prinsenrood van Schaasberg, nummertje 16, de hupste heurweer. Succes, heren. Ik zag net dicht, die kent er echt gek van. Dat trouwt maar en bouwt maar, daar is de crazy van. En die onder de rotte kieken, even ik een stoor. Dat is voor die op dat moment al op de rol gedaan. De zuste herwoord komen, het klinkt eigenlijk absurd. Dan bel maar even gauw naar heen, dat het geen later werd. Wenn die Geld bestelle geht, dann blieb die Fute kweet, dann dat die Werte Mulle steht. Bis alles in der Polonaise, dat die den Mull nicht hält. Ne, wat die da nicht neu so führen, hinge sich vertraut. Das günste Herr und Stege, er nicht da ganz und springt. Dann bell noch ihm und sagt, was der vorläufig noch nicht gönnt. Du hast der Höhe, du hast der Höhe.
Daar kom ik ook wel even met de snabbel ertussenin natuurlijk. Hè. Over met daar was de heur weer. Prinsenrood van der Scheet, nummertje 16. Kent je opstemmen, PLK nummertje 16. Daar was de heur weer. Ga maar naar Ton. Dankjewel, jongens. Dat is een grote groep. Het wordt volgens mij hartstikke druk. De heren, kan ik met een even kallen, want dit is een hele grote groep, heb ik begrepen. Wij zijn de woordvoerder. Hebben we een hand voor een woordvoerder? Dat is je spreker. Dat kun je pas, waarom zo laat? Ik ben heel benieuwd, wat was de inspiratie voor dit liedje? Ja, wat is de inspiratie? Als er een vrouw hema zit, die immer met die moeder tussen zit. Ja, dan had ze inspiratie genoeg. Hoe heb je het liedje geschreven? Een beetje. Dus het gaat voor die vrouw dan? Ja, misschien wel. Maar zijn er nog meer heren die dat ook vingen van de Hupse Heur weer? Ja, ik denk dat over allemaal, hè? Natuurlijk. Wat dat ze heur weer. Hè? Ik ken de vrouw die van ons, die wil helemaal gaan moelen, die wil helemaal gaan weten. En die stond helemaal gaan te kletsen, terwijl wie zijn van blieb dat drank dan hoe. En dan weet ze gewoon, ze zit weer te moelen. Ja. Ik ben benieuwd of de dames in de zaal het er ook mee eens zijn. Vond ik eens mee niet zo, maar dat zullen we straks wel horen. Ja, Loes, vertel nog gauw even. Dan moest ze toch bier vertellen, we zijn toch blij met ons vrouwlie. Ondanks alles. Dat is dan het positief puntje. Oké, okay, dank jullie wel en veel succes. Je kunt hier de trapjes af, jongens. En terug naar Julie Gover. Ja, en na dat geweld van al die manslui stonden hier twee charmante dames op de bühne. Paula en Helen. Ja, geef ze maar eens een applaus. Je ziet er fantastisch uit. La Divas. Echte divas. En de divas die zingen voor u het liedje Tam Tam en Mine Tom Tom. Nummer 17 kent je stemmen, PLK 17. La divas Tam Tam en Mine Tom Tom. Yeah.
dames. Tam Tam en Mine Tam Tam. La Divas, nummertje 17. Fantastisch, wat een energie. Hartstikke goed. Even een ton, de steden al op u te wachten. En daar zijn de dames, Tam Tam en de Tom Tom. Ja, vrouwen en techniek, dat gaat niet zo goed samen altijd, hè? Waarom dat niet? Dat hoor ik altijd van anderen. Ach, wens hem goed instellen, dan komt ze er wel. En lukt dat wel met de Tom Tom en de auto moet instellen? Nou, nee, hè, maar ik ben blond, dus dat is natuurlijk een beetje moeilijker. Maar Helene kent dat heel erg goed. Heb je vorig jaar op je binnen iedereen gekust in het liedje? Dat waren het deel van de act. Daar heb je er niet mee gewonnen. Wat heb je gericht dat je nog het angst laten invallen? Ja, meer décolleté. Ja. Hè? Meer wat? Glitters? Ja, décolleté. Décolleté, maar dat moet je woord zijn. Een beetje meer bloot. Hè? En dat zou moeten helpen, een beetje meer bloot? Ja, we hopen het. Maar ja, ach, maakt toch niks uit. Maakt niks uit? Meedoen is belangrijker dan winnen. Precies. Mop, we zijn op de Olympische Spelen hier. Nee, maar het moet wel gezellig zijn, niet? Dus wel, veel succes en dankjewel. We gaan terug naar Julie. Ja, dames en heren, duo dubbel. Dat is wel duidelijk, denk ik dan, hè? Ja. Twee duo's, duo dubbel. Een dubbel duo. En wat bleef? Een dubbel duo. Een dubbel duo, ja, inderdaad, nou zeg. Dat, zo hou ik het nog niet bekeken. Nee, dat dacht nee. Ik al. Ik dacht gewoon duo dubbel. Ja. Maar in ieder geval, duo dubbel, die staan dit jaar voor de eerste keer samen als duo dubbel op de bühne. Hebben al meteen een prijs in de wacht geslepen herle en proberen er natuurlijk ook hier hoge ogen te gooien met nummertje 18, duo dubbel met Mie Schatje. Kom maar, alle chatjes hier in de zaal. Door alle de met. Ja, la, la, la. Dat je blunke om meer op die wang, bruit de ganse was te loven lang. Doe bis het niet in de duist van de nacht, verdiene witse blanke lak. Ik wil een munke door je gerans, leven schat, hij ligt in kans. Als ik die zweer, zal ik alweer, ik hoop dat weer. Het ligt aan mij, ik ken niet ohne dich. Jeden dag, als ik zo blij, ben ik met dich aan mijn zin. Drum gewoon een keer met dich door de stap, du bist die blanke aan de dag. In een macht, mijn dag kent dies, ik hang de allerschönste vlies. Als ik dich zie, is het pas haar. Als ik dich grüß en hoor. Schatje, mijn schatje, ik als Wasser ik. Schatje, mijn schatje, hilfst op als Wasser ik. Du bist mijn schat, mijn dom, mijn rutsch. Met de vrucht. Dat ik in de handen vastgelopen sterven.
de spagaat. Fantastisch. Hey, en de echte. Ja, ja. Ja, Leeflu. Dat wordt dus duo dubbel. Het dubbel is duo. 18. Uithelen. Veel succes. En Ton Stedel op u te wachten voor het interview. Oh, geweldig. Ja. Ik verheug me al. Ja, natuurlijk. Ah. En dan lach maar los. Duo dubbel, nummertje 18. Dankjewel. En daar zijn ze, duo dubbel. Kom je even aan de kant staan. Fantastisch mooie hoeden op allemaal. Geweldig. En nog een stel dames, dat is best nog het leukste shotje van die shotjes. Alle drie. Ze zijn alle drie erbeleefd. Maar ik ga ze eerlijk zien, mijn dochter. Beste dochter? Ja, die hij. En wat vind ze ervan dat pap, zo koud? Ja, sure. En toch gaat er gelijk? Ja, vind ik wel. Ze vindt zichzelf ook de mooiste van ze allemaal. Nee, dat is allemaal schön, waar? Het schönste schatje. Ja, dat snap ik. Het schönste schatje, maar net om maar zeggen dat het ook meteen dan de mooiste is. Hè. Ja, uiteraard. Beetje ingewikkeld verhaal allemaal. Die twee, dan moesten we die ook nog heel even filmen, die twee mogen er ook wel zijn. Ja. Nog maar een keer, nog een keer. Ik ben de jongste zoon van hun tweeën. Maar, zit dat ook geen chatjes? Inderdaad, joh. Ik kan het allemaal niet meer volgen, een hele flauwekul en kwatsje achter, maar dat hoort niet carnaval. We gaan terug naar Julie. Ja, dames en heren, hier staan ze alweer. De titelverdedigers van deze avond. De Heringbisseren. Oud Bokkes. Spannend, hè? En voor de derde keer staan ze hier bij ons op het PLK. En we wensen u natuurlijk met Durft Ze Leven ook heel veel succes. De Heringbisseren zijn ook ontstangen uit een vrung. Ja, dat is ze ook wel. Of familie. Dus familie kunnen ook vrung zijn, uiteraard. Oh, hier zit er geen familie van. En weet je wat ik ook vind? Ze hebben allemaal van die schoen meisjes bij zich. Dat helpt natuurlijk ook, ja. Leef nu, nummertje 19. De Heringbisseren Uitbokkes met Durft Ze Leven. Bist der Wies, bist der Ärm und bist der Riech, Bauer derselbe Sonne, Bohre sind vor allem mal ihr Lieb. Jeder Mensch ist anders, mit enge E-Geschmack, mein E-Ding kommt vor allem mal, an das der Soße lag. Dürfst du werfen, dürfst du träumen, dürfst du siehe so, wie es du bist, begib die Welt. Kennst du sie, wie schön sie ist? Wo Mose was verloren fiebe, hör dich hin, wer's du und bist. Man dreht ab wieder locker, dann ist uns aller schönste Fest. Der Tag von neue Wert, denn die Kühne Gänge sagen, ma wat da auch gebührt, jank ich da nicht jeck für mache. Wenn du das im Bett schien, besonders dir Glück, hat den ganzen Glück, die Ding gibt noch Führer nicht zurück. Hörst du werfen, hörst du träumen, hörst du siehe so, wie's du bist, begib der Welt mit Ehre.
ze zie wie schön ze is. Kom onze vaste doven vieren, hul die hemels du op bist. Want hei dan wieder locker, dan is ons allerschönste Fest. Welt. Du musst die Leve leven, wo het dich het best bevelt. Sitzt de lekker in die Welt, en je lösen wat de dies. Hast de immer vaste loven, en de Leve is een feest. Dürfse Leve, dürfse Träume, dürfse Ziel, so wie's de best. Bekijk de Welt mit ege Ogen, da kennst de Ziel, wie schön ze is. Kom onze vaste loven vieren, hul die hemels du op bist. Want wij dan wieder locker, dan is ons allerschönste Fest. Want wij dan wieder locker, dan is ons allerschönste Fest. Ja, jij hebt de fans wel metgebracht. Jij hebt de fans metgebracht. Leef vaste loven, sprung. Wilt hier de heringbisseren in de reprise, dan moet je stemmen. PLK nummertje 19. Durf te leven. Dankjewel. Ook bedankt. Adios. De heringbiezeren, daar zijn ze. Ja, Tsugabe, kom even aan de kant staan. Tsugabe scheet net op zo'n festival. Hè. Jongens, even een vraag van wie is het dus vergangen vorig jaar naar de overwinning? Ja, ongelooflijk. Wat vuur meegemaakt dan in dat jaar? Dat kent zich alleen maar van dromen. Dat houden we van zijn vuur ooit misschien gehoopt, gedroomd. Maar zelfs dat is eigenlijk overtroffen. Christen, door er ook veel meer optreden? Is het ook hoger in de provincie of blijft het ook beperkt dat park staat? Nee, kijk, daarvoor het jaar, daarvoor over misschien ver optredens. Afgelopen jaar over rond de 40. Dus, dat is enorm. Ja. En het is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat weer te overtreffen. Gewoon dan mag ik even naar de dames. Dames, vorig jaar nummer 1. Oh, en hoe? Ja, dan moesten ze minstens nog een keer nummer 1 werden, of niet? Ach ja, we zien het wel. Frans Spas en dat doen we dat alleen maar vuur. En niet teleurgesteld dat het nu een vierde of een vijfde plaats wordt? Vind ik van niet erg, maar dat is niet zo. We willen lekker blijven dansen en spas hebben. Hè? Ja, van leuk, ja. Ja, echt. De spas is het belangrijkste. Ja, dat geloof ik. Groot gelijk. Hartstikke dank, moest de cameraman, dat je toch. We gaan terug naar de zaal, wou ik zeggen, als jullie vegen. Maar dat is wel een zin weg, die van die dames. Dankjewel, Ton. Voordat voor wie er gewoon met Ron, Camille en Vrung wil ik even gaan vragen. Leef nu. Wilt je proberen de prinsen gewoon een beetje op de grond te houden. Hebben gehuurd en kennen ze het beter filmen. En ook Ron, Camille en Vrung, die willen natuurlijk hier in beeld. Klopt toch, hè? Want dan zou Sabine de Vastelovens kriebels van krijgen als ze hier zo'n fantastische groep zou staan. En de Christen Vastelovens kriebels van de zaal, dat hebben ze goed gezegd. Leef nu, nummertje 20. Wat denk je wat ze gaan brengen? Ron, Camille en Vrun. Ze zijn er verschillende keren hier geweest. Ze gaan door gans het Limburgse land. Ze maken spas en plezier. En ze brengen echte vaste loves kriebels. Stay.
spiegel. En ik dacht, miljard, wat is niet dat? Gauw vlekken op mijn lieve alle kleuren. Ik word geschrokken, dus ging ik gauw in bad. Opeens toen wist ik wat het wordt. Het moet niet duidelijk en klaar. Ik heb de vaste lauwe spiegels. Ik vul ze toe mijn ganse lief. Daar is niks tegen te beginnen. Of ik met juffrouw klas of lief. Ik heb de vaste lauwe spiegels. En daar is niks tegen. Met dat heerlijk virus. En ik denk, maar ja, wat is dat ziek? Ik heb de kriebels in mijn lief, ik ken het veulen. Wat voelt dat lekker? Ja, nu het is uniek. Opeens toen wist ik wat het wordt. Het is niet duidelijk en klaar. Ik heb de vaste lovers kriebels. Ik wil ze doen. Niks tegen te beginnen. Of ik met je van klas of lief. Ik heb de vaste lovers kriebels. En daar is niks tegen te doen. Door die pil of medicine. Het deed mijn hart weer sneller schoon. Ik heb de vaste lovers kriebels. Ik vul ze toe, mijn ganse lief. Daar is niks tegen te beginnen. Of ik met je of klas of lief. Ik heb de vaste lovers kriebels. En daar is niks tegen te doen. Door het geen pil of medicine. Met dit mijn hart weer sneller schoon. De vaste love scribbles. Ja, dat kreeg ze ervan. Dat kreeg ze ervan. Dat heb ik er ook goed gezien. Leef vaste love vrung. Ron, Camille en vrung nummertje 20 met de vaste love scribbles. Dankjewel. Ron, Camille en Vreun, kom even aan de kant staan. Oh ja, dat doet nog even. Dat is ook een vrij grote groep natuurlijk. Hè? Maar voor de eigen pachten kunnen we vast beginnen. Joh. Maar waarom is de volgorde Ron, Camille en Vreun? We zijn ooit begonnen als duo, Ron en Camille. En na de rand zijn er de Vreun bijgekomen. En is de naam ook uitgebreid naar Ron, Camille en Vreun. Redelijk professionele groep, al heel veel optredens gehad. Ook altijd deelnemer aan het Shinvels vaste lovensliedjes gekoop. Behalve vorig jaar geloof ik. Hè? Vorig jaar hebben we overgeslagen. Toen waarom? We hebben een medley gemaakt. En als er een concours met is, dan moesten ze met een nieuw origineel liedje komen. En dat waren bestaande liedjes aan een geplekt. Dus vandaar dat we daar niet mee hebben genomen. Had de inspiratie op dan vorig jaar of plotseling? Of had je gewoon, ik zit nog even aan knikken, daar wil ik meer van weten. De inspiratie was op vorig jaar even? Nou ja, vorig jaar even wel. Maar toen begon het te kriebelen in de vaste lovers die toen heb je naar eigen slager en dat wil ze toch weer nu maken. En vandaar het nieuwe thema, vaste lovers kriebels. Hartstikke goed geslaagd, toch? Hartstikke veel succes en we zien elkaar. Groetjes en terug naar Julie Veijen. Ja, heren. Je hebt nog niet gezongen, maar ik zie nu al dat je prettig gestuurd zit. Ja, dat zit voor eigenlijk immer. Oh, dat zit voor immer. De lange... En de langste, de lange en de langste. Ja, dan moest je toch goed kijken, hè? Ik geloof, dat is de langste en dat is de lange. Ja, zo lang ben ik niet, maar goed. Leef vaste lovensvrung, de lange en de langste, prettig gestuurd. Ja. Hoeveel...
hoef ik toch weer garoets niks te zeggen dat zuster vanzelf nummertje 21 uit Ubaksberg ter lange en ter langste met Pratik gestuurd. Der wird hier rennen mit dem Tag, doch ich will hier mal richtig verschlagen. Mag ich doch knüppen, Verstand von mit Stimme, und für den Rest nicht so gern wie ich schön. Wenn die Finken trillen, die Henken trillen, mit dem Musikhotel, und doch hier oben chillen. Für wieder mehr der Richter, dann verrückt sind wir drin, der Biber hielt und der Hahn hat ihn drin. Doch wenn die Flüchte rüchte, luchte, trinke, wie wiege, noch der Kohl ohne Schäfe noch wohl. Wenn die Finken trille, die Henken trille, mit dem Musikhotel, doch hier oben schille, it all. Gestuurd door lange en de langste nummertje 21 SMS PLK 21 naar 36 69 voor de lange en de langste. Kunt ze gerust doen. Dankjewel. Dankjewel, heren. En ik zie hier allerhande leuke foto's voorbij komen. Ik zie een foto van Anke en Timme. Ik zie een foto van Ron Hamans zo schoon verkleed. Nou, je kunt gerust nog van allerhande leuke selfies opschikken. Nou, hashtag PLK 2015. Ja, prettig gestuurd. Wie leuk is het om prettig gestuurd te zijn? Het is geweldig. En vooral met de vaste lovend. Ja, 4-2. We zijn meer dan de laatste op het café. Of in het dorp, of we zijn daar echt met z'n tweeën echt prettig gestuurd. En het is geweldig met de carnaval om dat te kennen, zie je. De laatste, dat betekent dat je langer zit als die dus vroeg geest, hè? Nou, voorzien het eerste door en het laatste weg. Dus vermaak er wel wat van. Meestal is er een ganse werkdag dan in de kroeg. Ja, meer dan. Maar op het werk zijn het voor net zo, hè? Ook zo prettig gestuurd, of niet? Je hebt een hoop gejuich, heb je een hoop fans metgenomen? Ja, natuurlijk hebben we alle fans bij ons. Elverrood, de jongen die voor ons de liedjes hebben geschreven, die zijn alle bij ons al, Hans Monsenwee en Alex Opdewijs, de zoon van de mincheneer van mij, die had het liedje geschreven, de Hans had de tekst geschreven. En die zijn natuurlijk gij bij ons om ons te steunen. Geweldig, hartstikke goed. En succes jongens. Voor ons volgens mij, als ik op de lees kijk, naar het laatste liedje, joh. Laatste liedje, Julie Vijgen. Dankjewel, Ton. En hier staat voor u. Wie is Zwaam?
Ik zie het al komen. Wie is de zwaarmoed Kerkro? En wie is de zwaarmoed Kerkro? Die zingen niet alleen maar met de vaste lovend. Die hebben zulke prachtige stemmen. Die zingen het ganse jaar door. Klopt toch, hè? En die maken teksten op allerhande leuke liedjes. Maar ze maken nu ook eigen vaste lovens liedjes. Onder andere je veul. Klopt, hè? Ja, ik heb mijn werk gedaan, mijn huiswerk. Ik weet er alles van. Maar in ieder geval, dit jaar staan ze bij ons op het PLK en ze zingen voor u. Ja, ik hoop inderdaad dat er niet gesloopt gaat worden. Maar ze gaan boeien, ik bouw me met mij. Bila, nummertje 22, Wiese Zwaam. Voilà. Nummertje 22, Oud Kerkro. Dankjewel jongens. Wilt gestemmen PLK 22 36 naar 36 69. Dankjewel. Ton staat voor u klaar voor het interview. Dankjewel. Dankjewel. Naar achter. En daar is het dan. Leef vaste lovensvrang.
Sorry, Julie, je zou het zeggen nog? Ik wacht even, momentje, ja. Mag ik het mikken, ik heb tegen? Oké. Okay. Wie is die zwaan? Dat moet geïnspireerd zijn door de pauze, of niet? Ja, dat kent ze Sarah. Door de zwaam dat oost de kachelspie voor opa je jongen is. Dat kijk maar eens op de site bij ons, dan zie je wie dat komen is. Als er nu een pauze is, dan komt er wie is die zwaam, hè? Ja, zeker. Ik heb nog de eerste gevraagd. Voor de eerste is het lastiger om als eerste te starten. Is het voor u ook moeilijk om als laatste te eindigen? Ja, maar dan moet ze lang stoor blijven hangen in de zaal. En dan moet ze zich terug houden, zal ik maar zeggen. En dat is voor carnavalisten toch wel een beetje lastig. Terug houden betekent dus totaal geen alcohol of toch een paar versjoesjes of zo? Ja, dan moet ze een beetje smeren, als je het niet waar. Dus, ja. En niet helemaal bezorgd op de bühne stond, dat je dan niet op, hè? Nee, dat kan ik niet maken. We zullen het nog proberen allemaal nuttig te zien. Misschien neem eens hekken hier. Ik denk geen beer, maar alleen Jägermeister. Alleen Jägermeister, oké. Okay. Ja, mocht ik die kleren daar even kijken, want ik nu lukt het. Als ik het zo hoor, dan heb je het net teruggehouden vanavond, eerlijk gezegd. Van de vrouw nu mee is, maar je bent chauffeur, dus... Kijk, zo moet dat. Ja, tjotje regelt. Hartstikke veel succes en dank jullie wel, hè. Goed, we gaan naar Julie Vijgen. Hier staat een ganse zaal vol met vastelovensvrung te wachten wat er gaat gebeuren. Het is ontzettend spannend voordat de enveloppen... overgereikt werden door de notaris aan onze wethouder Martin de Beer. Gewoon echt naar boven halen. 3 kandidaten, potentiële kandidaten, voor de trofee van het PLK. In willekeurige volgorde. Duo Dubbel. Ja, kom maar naar boven. Duo Dubbel uit Heerlen. Met Michatje. Komen ze al? Kom maar naar voren, want dan heb ik ook nog een keer erbij. De Heringbiezeren uit Bokkes. Jongens, kom naar voren, kom naar boven. Ah, daar is al Emes. En dan heb ik ook nog hier op de bühne de Prinsenrood van der Scheet. Kom maar naar boven. Ja, die Dubbel, de Heringbiezeren. En waar zijn die van de Prinsenrood? Die waren toch met zoveel manslu. Waar zijn ze nu? Komen ze eraan? Ja, nog een is van de Heringbiezeren. Ah, daar zijn ze toch. Die stingen natuurlijk achter bij de tiek. Ja, sleet maar aan, kom maar naar boven. Ja, met zo'n grote groep is het natuurlijk nog even wachten. Dankjewel. Mag ik notaris Fleuren en wethouder Martin de Beer even hier bij mij voeren op de bühne? Want nu gaat het gebeuren. Leef vastelovensvrung. We gaan het spannend maken. Kom maar vlot erbij. We beginnen met nummerke 3. Oeh. De wethouder kijkt al voorzichtig in de envelop. De Prinsenrood van Schaarsberg, de huiste heel weer. De huiste heel weer. Een geweldig applaus natuurlijk. De 3e plaats bij het PLK 2015. Prinsenrood van der Scheet. Nu gaat het gebeuren. Leef vastelovensvrung, leef kandidaten.
Want wem vernoel van nemen is de eerste plaats. Ja, verlieken wel de Voice of Holland, maar de eerste plaats. Dus nummertje 2 werd niet genoemd. Alleen de winnaar van de PLK Trofee 2015. Tromgeroffel. De Heringbiesere durft te leven. Kom naar Vuren. Zeer wie schön ze is, wo muss er was genommen vieren, hüll dich hin, wärst du und bist. Und wieder, wieder locker, dann ist uns aller schönste Fest. La 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 la. Ja, lief Vastelovens, Frank. Fantastische Heringbiesere hebben de trofee gewonnen. Willen we natuurlijk even uitreiken. Mag ik vragen aan de Prinsenrood en aan Duo Dubbel, die zo'n fantastische derde en de tweede plaats hebben gewonnen, om even zo onder te gaan, zodat de Heringbiesere de trofee in ontvangst kunnen nemen. Dankjewel. Geer, een fantastisch applaus. De Prinsenrood van der Scheet met de haste heurweer. Duo Dubbel met Michatje. Dankjewel. Ja, Heringbiesere. Heringbiesere. Wethouder. Ja, nu is het een gekke hoes natuurlijk. En dat moet ook. Leef van Slovensprung. De eerste prijs werd uitgereikt door wethouder Martin de Beer aan de Heringbiesere. En dan hebben we natuurlijk ook nog de wisseltrofee. Niet de beker met de grote oren, maar de beker met het grote lok. De wisseltrofee, tweede job in het bezit van Ugh. Alsjeblieft. Ja, dat kent ze wel eens op puurne. Dankjewel, Martin. Dankjewel, dank je allemaal. Nee, vast en wel. Heel Geer, wil ik ook allemaal bedanken. Je wordt een fantastisch publiek. Het wordt een hele fijne, schone avond hier in het kasteel van Gebroek bij PLK 2015. Morgen kunt je op de website kijken. Dan komt de uitslag van de sms-stemmen, zodat je precies weet wieveel stemmen je hebt gekregen en wie het eraan toegegangen is. We hopen dat je nog even hier blijft voor een lekker putje bier te drinken en nog even na te kallen over dit fantastische PLK 2015. Juryleden, hartelijk bedankt. Geer publiek, hartelijk bedankt. En natuurlijk de kijkers naar Lo TV, hartelijk bedankt. En vergeet Geer Truc volgend jaar bij PLK 2016. De Heringbiesere sleten van mijn af. En doe maar een moment ondertussen kinderen, denk ik. Eén, twee, drie, vier. La 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 la
kennste sie, wie schön sie ist. Und wo sie fast verloren fielen, würd ich heben, wärst du und bist. Man dreht auch wieder locker, dann ist uns aller schönste. Bist der schwarz und bist der wies, bist der ärm und bist der riech, und derselbe Sonne bohre sind vor allem moje lieb. Jeder Mensch ist anders, mit enge ihr Geschmack, mein Eding hand vor allem mol, und ab der Soße lag. Dürfse Lerbe, dürfse Blöme, dürfse sie so liebste bist, der gibt der Welt mit Egen. Da kennst du sie, wie schön sie ist. Wo muss er fast verloren fielen, will dich heben, wärst du und bist. Man dreht auch wieder locker, dann ist das allerschönste Fest. La 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 la. Der Tag von neue Werken, ich will noch jene sagen, mal was da aufgewirrt, jank ich da nicht jeck für machen. Der Herr mit Tasse Päckchen, besonders dir Lück, hat die ganze Lücke, die den gibt, noch führen nicht zurück. Dürfse Lerbe, dürfse Röme, dürfse sie so wiegste Welt, der gibt der Welt mit kennst du sie, wie schön sie ist? Wo muss er was verloren fielen? Will dich heben, wärst du und bist. Man dreht auch wieder locker, dann ist das allerschönste Fest. La 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 la. Das große Welt, du musst die Leve leben, wo in dich am besten befällt. Hüpfst du lecker in die Fell, wenn du lösen, was du dies, hast du immer fast den Loven, ein Leve ist ein Fiest. Dürfst du Leve, dürfst du Träume, dürfst du sie so mietst du bist. Begib der Welt mit Egel oben, da kennst du sie, wie schön sie ist. Wo muss er was verloren fieren, fühl dich hin, wärst du und bist. Man dreht auch wieder locker, dann ist das allerschönste Fest. Man dreht auch wieder locker, dann ist das allerschönste Fest. Jo, dreht auch wieder locker. Geweldig, dank je allemaal. Dank je. Wat een feest. De finale van het Parkstad Leedjesconcours 2015 is mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Bank Parkstad, Heerlen, de overige Parkstadgemeenten en Alfabier.